Er zijn nog veel vragen en zorgen vanuit de Almeerse gemeenteraad over de warmtevisie van het college van BNW. Dit bleek donderdagavond tijdens de politieke markt in Almere. In de warmtevisie worden de plannen beschreven hoe Almere in de toekomst van het gas afgaat en op welke termijn. Zo is de ambitie om Almere in 2040 geheel gasloos te laten zijn. Almere loopt daarbij 10 jaar voor op de rest van het land. Voor de VVD gaat dit allemaal een beetje te snel. Ambitie hebben is goed, echter niet tegen elke prijs. Dus waarom zijn wij 10 jaar eerder klaar? Het is ook goed om er goed over na te denken en goed te kijken wat zijn de ontwikkelingen in de markt en dan echt een goede keuze te maken voor Almere. Ja, u zegt ook, hè, misschien moeten we ook niet te ver voorop lopen, want de techniek verandert zo snel dat we misschien ook wel weer ingehaald worden door een nieuwe techniek. Het positieve is dat we hiermee bezig zijn en dat we het erover hebben en dat we goed voorbereiden. Maar laten we vooral ook de markt en de techniek in de gaten houden en dan een goede keuze maken. Het liefst met de keuzevrijheid en geen hoge kosten voor onze inwoners. Ook is de VVD bang voor de monopoliepositie van Nuon. Dit bedrijf is eigenaar van het warmtenet dat op dit moment het meest voor de hand liggende alternatief is voor gas. Een nadeel van het monopolie van het warmtenet is dat er 1 aanbieder is. Dus je kunt niet kiezen, dus je kan ook geen prijzen vergelijken. Dus ja, dat het dan duurder is, dat is wel een risico voor onze inwoners. Ook de PVV is kritisch. De partij is bang dat alle kosten bij de burgers terechtkomen. Ja, waar de PVV zich zorgen om maakt is gewoon het feit dat landelijk gezien betaalt natuurlijk elke inwoner al momenteel energiebelasting. En als je dus de stukken zelf, en ze schrijven het zelf op het college, als je gaat kijken naar de financiële onderbouwing in de stukken, dan zie je gewoon of het nou linksom, rechtsom, bovenlangs, onderlangs, de burger gaat gewoon betalen. Ja, en wat vindt u dat het college daaraan moet veranderen dan? Nou ja, kijk, zij zouden op zijn minst die maatregelen kunnen gaan nemen, dat in ieder geval die Almeerse burger niet dubbel gepakt gaat worden. Want kijk, die energiebelasting is nu een landelijke belasting, daar kunnen wij helaas weinig tegen doen. We vinden het helaas wel weggegooid geld, vinden we dat in die zin. Maar zorg er nou voor dat die Almeerse burger niet dubbel gepakt gaat worden. Het was overigens de laatste keer dat er met het huidige college over de plannen werd gesproken. De volgende vergadering zal zijn met een nieuw college, dat tijdens de politieke markt van 31 mei wordt geïnstalleerd.